Everybody welcome Nienke. Thanks, Raquel. Am I? Yes, there I am. Thanks, Raquel. Let me find my clicker and see if this works. Not yet, because first I want to thank you. Waarom praat ik in het Engels? Ik mag in het Nederlands presenteren. Hi, sorry, ik was even in de war door, Raquel. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik vind het super spannend om hier te staan, maar ik vind het super cool dat jullie allemaal voor mijn talk gekomen zijn. Dus bedankt daarvoor. En we zijn vandaag op een best wel gave locatie, namelijk Burgers Zoo. Maar toch wil ik jullie meenemen naar een iets mooiere plek, namelijk deze stad. Wie herkent hem? Ja, een paar handen omhoog. Dit is natuurlijk Nijmegen. De stad waar ik inmiddels meer dan 10 jaar woon en met heel veel plezier het centrum bezoek en dan ook graag ga shoppen. En shoppen doe ik het liefst bij concept stores die gewoon net even wat ander aanbod hebben dan de standaardwinkels. En daar begint mijn verhaal ook vandaag. Bij de winkel 512. Een van mijn favoriete conceptstores. En een tijd geleden was ik daar om een spijkerbroek te kopen. Ik had een nieuwe spijkerbroek nodig en ik dacht, ik ga eens even kijken wat Jetty, de eigenaresse van 512, voor mij heeft. Dus ik trek die spijkerbroek aan. Ik heb een mooie zwarte spijkerbroek gevonden. Hij zit perfect. Hij zit echt perfect. Kom een pashokje uit. En Jetty zegt, supermooi, maar die pijpen zijn veel te lang. Klopt, want dat is in mijn geval bijna altijd het geval. Dus ik had er niet eens bij stilgestaan, want als ik een spijkerbroek koop, weet ik al dat ik dan wel de pijpen korter moet laten maken, of de taille moet laten inkrimpen, of wat dan ook. Maar Jetty, die zegt, maakt helemaal niet uit, want wij bieden gratis vermaakkosten aan. Dus je mag gewoon die broek hier laten, ik meet hem even in, wij maken hem korter, kom hem binnenkort ophalen. Nou, ik wist niet wat ik hoorde, want mijn hele leven lang reken ik al de vermaakkosten van broeken bij mijn aankoop in. Bij 512 hebben ze mijn verwachting als klant ver overtroffen. En dat is waar ik jullie vandaag nog iets meer over ga vertellen. Raquel zei het al, mijn naam is Nienke de Blauw, which means blue in Dutch, so that's okay. Ik ben manager partnerships, ik ben onderdeel van het leadership team bij Yoast. Je ziet me soms op een webinar. En heel belangrijk, samen met Florian Hummel, die hier vooraan zit, leid ik het Women in Newfold Europe groepje. Wat eigenlijk een vrouwennetwerk is binnen Newfold, een bedrijf dat Yoast gekocht heeft. En hiervoor, en dat is niet onbelangrijk, werkte ik 6 jaar bij een HubSpot partner. En daar heb ik eigenlijk voor het eerst over de customer successtrategie gehoord. En vandaag ga ik jullie daarin meenemen en ga ik jullie laten zien wat ik daarvan geleerd heb. En ook nu in mijn werk bij Yoast, maar ook op andere momenten in mijn leven daarvan merk. En hopelijk steken jullie daar wat van op. Dus in 5 stappen gaan we naar een customer successtrategie die jouw bedrijf laat floreren. Voordat ik begin wil ik eerst even wat van jullie weten. Wie zijn jullie? Hoe houden jullie van shoppen of niet? Want dan weet ik een beetje op wat voor manier ik jullie in dit verhaal kan meenemen. Dus, en daarna gaan we de rest bespreken. Dat zien jullie op het scherm. Wie van jullie, en misschien mag er een beetje licht aan, zodat ik het ook goed kan zien, koopt het liefst online? Oké. Best wel veel handen omhoog. Leuk. Wie koopt het liefst, ik noem het even, in een gewone winkel? Oh, toch ook nog best wel veel. Nou, jullie zitten in mijn team, want ik koop ook het liefst in een gewone winkel. En wie in de zaal is of was winkeleigenaar, dus heeft een webshop of een... Toch ook een paar, ja, een halfje? Oké. En wie helpt winkeleigenaren op dit moment, of misschien in het verleden, met falen van succes? Oké. Ook wel een paar. Dus er zitten hier wat mensen gewoon als consument. Ja, het ligt nog weer wat lager. En mensen die echt helpen winkeleigenaren succesvol te zijn. In mijn talk zit iets voor jullie allemaal. Dus ik ben benieuwd wat jullie er zelf uit gaan halen. Dan dat floreren. Want wat je misschien gewend bent is dat het vaak gaat over bedrijfsgroei of meer omzet of dat soort dingen. Maar ik heb het over floreren en ik wil graag aan jullie uitleggen waarom ik floreren gebruik in mijn titel. Zoals ik net al zei, in mijn ervaring bij 512, toen ik die broek ging kopen, is voor mij het ultieme bedrijfsdoel eigenlijk voor een deel de verwachtingen van je klanten overtreffen. Dus niet gewoon waarmaken, maar daar echt nog iets veel beters van maken. Een tweede reden waarom je zou moeten willen floreren in mijn opzicht, wil ik je aan de hand van dit voorbeeld laten zien. Het is een review van de Yoast Shopify app. En wat deze klant zegt, is dat de app eigenlijk zoals geen enkel ander product is en het de ultieme app op de markt is. En mocht je nou iets meer over deze klant willen weten, dit was de hele review, maar die ga ik niet voorlezen. Maar wat dit zegt is eigenlijk dat naast dat de verwachting van die klant zelf is overtroffen, dat hij ook zegt, dit is als geen andere concurrent kan bieden. Dus in mijn ogen is je bedrijf laten floreren, ook nog zorgen dat je je concurrenten ver achter je laat. Maar er is een derde onderdeel en ik ben heel benieuwd of jullie nu al denken, oh, dit zou het kunnen zijn. Weer een voorbeeld, een andere review. Omdat die zo sprekend is, heb ik hem gebruikt. Weer een Shopify-klant die zegt, ik had support nodig. Ten eerste hebben ze me heel goed geholpen. You wouldn't believe it. Dat is al best wel goede feedback. Maar vervolgens wordt ook nog eens een van onze collega's, Sid, persoonlijk als held beschreven door deze klant. En misschien heb je nu al een beetje een idee waar ik heen wil met mijn derde onderdeel van floreren. Namelijk gemotiveerde medewerkers. Je kan al je klantverwachtingen overtreffen, je kan al je concurrenten achter je laten, maar als je medewerkers niet meer willen helpen om je bedrijf te laten groeien, dan ben je nergens. Dus hiermee ga ik jullie hopelijk in het 5-stappenplan helpen. Mochten deze drie redenen voor jou nog niet voldoende zijn, dan heb ik nog één uitsmijter. Misschien wil je dit aan je baas vertellen of zelf. Kijk maar wat je ermee doet. Het is namelijk gewoon goedkoper om je klanten proberen te behouden. 5 tot 25 keer. En misschien kennen sommigen van jullie dit onderzoek wel. Het is al vrij oud, maar ik heb ook recentere studies gezocht die dan of naar dit onderzoek, dit is een verzamelonderzoek, refereren, of die op zo'nzelfde percentage uitkomen. Dus mocht je denken, die medewerkers interesseren me niet, die klanten niet, het is gewoon het geld, dan is deze voor jou. Oké, we gaan beginnen met het stappenplan. Stap 1 begint bij de klant. We gaan kijken wat de klantervaring van jouw klanten, hoe die er ongeveer uitziet en wat jij doet om die te verbeteren. Misschien heb je dit al wel eens gemaakt, zo'n customer lifecycle. Ik help je met wat voorbeelden. We beginnen met de kritieke beslismomenten van jouw klant. En wat ik hier aan voorbeelden ga geven, kan misschien niet 100% op jouw bedrijf van toepassing zijn. Misschien heb je het als consument zelf ooit ervaren, kun je er nog naar teruggaan. Maar probeer er een lijn in te vinden voor jezelf, dat je denkt, oké, dit is inderdaad voor mijn klant echt belangrijk. Dat begint natuurlijk altijd bij het eerste bezoek. En dat kan een websitebezoek zijn, dat kan een advertentie zijn, dat kan op een WordCamp bij de booth langskomen zijn. Of in mijn geval bij 512, gewoon een keer langs de etalage lopen. Dan denk ik al als klant, zou het iets voor me zijn of niet? Dan ga ik misschien een test doen. En dit kan zoiets simpels zijn als aan een vriendin vragen, heb je daar al wel eens wat gekocht? Of wat denk je van die winkel? Of online een review lezen. Of misschien een gratis proefabonnement afsluiten. Geef mij als klant weer het idee, is dit iets voor mij? Ja of nee? Als het goed is, besluit de klant een aankoop te doen. Dan krijgt hij eigenlijk bevestigd wat hij in die vorige stappen al probeerde te achterhalen. Hij gaat het product of de dienst gebruiken. En dan moet eigenlijk ook weer bevestigd worden dat dat een goede keuze was. Dus die broek die ik kocht, kon ik daarmee naar mijn werk fietsen zonder dat hij kapot ging? Kon ik hem in de wasmachine gooien zonder dat hij verkleurde? Allemaal signalen voor mij om nog een keer te denken, dat 512, dat is wel een goede winkel. Ik ervaar succes. Ik krijg complimenten over mijn broek. Hij zit lekker, ik ben er blij mee. Alles gaat goed. Of ik ervaar een probleem. Toch een gat in die broek, wat iedereen die wel eens fietst waarschijnlijk wel eens heeft meegemaakt. Toch een product wat eigenlijk niet helemaal mijn resultaat oplevert. toch een vraag of toch werkt het niet helemaal met de andere producten die ik eerder heb gekocht. Als het dan maar goed gaat, denk ik, ik ga nog een keer naar die winkel. Ik ga er nog wat kopen. Ik ga nog eens kijken of ze toch niet iets leuks hebben. Bijvoorbeeld voor een talk op een podium. Jullie kunnen al raden waar ik deze jurk heb gekocht. Uitbreiden dus. Deze klikte ik net weg. En het ultieme kritieke beslismoment als een klant niet meer met je wil werken. Niet meer bij je wil kopen. Misschien zelfs tegen zijn vrienden zegt, hier zou ik niet naartoe gaan. Goed. Dit is wat de klant ervaart. Dan heb jij daar natuurlijk invloed op. Jij hebt op bepaalde momenten contact met je klant en wil die klantervaring en dat proces eigenlijk positief beïnvloeden. Althans, in de meeste gevallen. Jij geeft een bepaalde vorm aan die kennismaking. Je gebruikt misschien bepaalde woorden in je advertenties. Je wil een bepaalde uitstraling meegeven. Je zoekt een moment om voor het eerst persoonlijk contact te maken. Dat kan natuurlijk heel simpel in een winkel door daadwerkelijk hallo te zeggen tegen een klant, maar ook online via een chatbot of op een andere manier. Op den duur, als die klant een beetje aan het testen is of misschien zijn eerste aankoop heeft gedaan of aan het product aan het gebruiken is, wil je misschien zelf proactief inchecken van hey, hoe bevalt die? Heb je de juiste keuze gemaakt? Kunnen we nog wat voor je doen? In een winkel misschien omdat ik daar nog een keer kom en Jetty misschien binnenkort vraagt hoe mijn talk is gegaan in deze jurk. En online misschien door een mailtje te sturen na een bepaald aantal dagen. Dat soort dingen. Er komen daar ook nog meer voorbeelden hoor. Ervaart die klant succes, dan moet jij ben jij er misschien wel als de kippen bij om dat succes met hem te vieren. Misschien denk je nu dat doen we niet. Tip, doe het wel. De klant ervaart een probleem, jij probeert een oplossing te bieden. En zo verder, je biedt hem een aanbod als je denkt, dit was goed bevallen, we geven hem nog wat. En die contactmomenten kunnen er dus voor iedereen anders uitzien. En als consument denk je nu misschien wel, oh ja, ik heb laatst een wasmachine gekocht. Toen kreeg ik inderdaad daarna van Coolblue een mailtje van, doet u het goed? Heb je al lekker wat wasjes gedraaid? Dus bedenk ook hoe je dit zelf als consument ervaart. Dan is natuurlijk de grote vraag, is er een match? Is er een match tussen die momenten op die klantervaring en de momenten dat jij contact hebt? Hier zien we nog even een simpele vorm van die klantreis, of nou, wat dan ook. En een simpele vorm van de contactmomenten. En dan zie je waarschijnlijk zelf ook al dat die hier nou, best goed matcht. De klant ervaart succes. En jij neemt persoonlijk contact op. Maar daar gaat er iets mis. De klant ervaart een probleem, heeft misschien met je klantenservice gebeld of een product teruggestuurd. En jij denkt, ach, die gaan we nog eens even wat verkopen. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Oké, dat was stap 1. Ik hoop dat iedereen in de zaal nu denkt, ah ja, hier doen we wat mee of hier zouden we al wat mee kunnen doen. Zometeen gaan we het nog iets concreter maken. Want in jouw missie ga je eigenlijk zorgen dat je het grootste pijnpunt in die klantervaring en jouw contact met die klant gaat verkleinen. Dus dat je de klantverwachting gaat verbeteren of misschien het risico dat je een klant kwijtraakt gaat verkleinen. In mijn ogen heeft zo'n missie 3 belangrijke onderdelen. Zoals ik net zei, de grootste mismatch die jou nu het meeste risico oplevert als bedrijf, repareer je als eerst. De tweede zorgt ervoor dat de klanten die, of jouw medewerkers of jouw team die daadwerkelijk contact hebben met die klant, invloed hebben op die missie. Zij moeten uiteindelijk het werk gaan doen, zorg dat zij kunnen meebeslissen. De derde is, het past bij je bedrijfsmodel. Duh, hoor ik jullie al denken. Maar ook bij je kernwaarden. En ik heb dadelijk een heel goed voorbeeld, denk ik zelf, waarom dat zo belangrijk is. Oké, even in het algemeen. Dit geldt echt niet voor elk bedrijf. En misschien denk je nu wel, dit geldt niet voor mijn bedrijf. Dus probeer dan even bij jezelf te denken wie dit in jouw geval wel zouden kunnen zijn. Wil je een team of een medewerker met bepaalde focus zo'n missie geven? Bijvoorbeeld een marketingfocus. Je wil de eerste succeservaring van die klant vervroegen. Je wil gewoon dat die klant sneller denkt, dit was top. Dus een voorbeeld, hè? Bedenk voor jezelf of dit inderdaad wat voor jou zou kunnen zijn. Een ander voorbeeld is meer op omzet gefocust, wat meer sales. We willen juist dat onze klanten bij ons blijven en meer aan ons gaan uitgeven. Dus meer omzet uit terugkerende klanten. Het kan zijn dat je dit allemaal hebt, hè? Dan hoef je dit natuurlijk niet te doen. Dan heb je misschien een andere missie. Een derde voorbeeld is meer op het klantenservice. Dus je marketing loopt al goed, je krijgt genoeg klanten binnen, daar haal je omzet uit. Maar ze nemen wel heel vaak contact op over hetzelfde bij support of de klantenservice. Dan wil je dat moment misschien uitstellen, zodat je team met wat handigere of betere of leukere dingen aan de slag kan. Of doordat je klant gewoon sneller zelf de antwoorden vindt op de vragen. Oké, stap 1 hebben we gehad, stap 2 hebben we gehad. We weten waar de pijnpunten zitten, we weten waar we ons op gaan focussen. Dan ga ik je nu met wat praktische voorbeelden helpen om die teams aan het werk te zetten. En misschien denk je nou ook weer, ja, maar dit kan in mijn bedrijf niet. Probeer de voorbeelden mee te nemen en misschien komt er toch een moment dat je denkt, oh ja, hier kan ik wat mee. Bij deze stap ga ik weer even uit van deze 3 teams. En bijvoorbeeld in het geval van Yoast, wij hebben geen sales team. Dus bij ons zit onze sales content bijvoorbeeld wat meer in het marketing stukje. Dus dat kan natuurlijk in jouw geval ook zo zijn. Het kan ook helemaal andersom zijn. Oké, op welke manieren kan marketing helpen floreren? Dit is voorbeeld 1. We zijn weer terug bij 512. Ja, ik blijf ze toch even benoemen. Het kan heel handig zijn als je marketingteam zorgt voor behulpzame content op je website. Dan kunnen die klanten namelijk zelf bepaalde antwoorden op hun vragen vinden. En het kan je uiteindelijk ook helpen met je marketingresultaat. Maar daar kom ik later nog op terug. Ook heel slim, lever bewijsmateriaal. Waar je misschien in je behulpzame content wat algemener formuleert. Alsof iedereen daar gebruik van zou kunnen maken. Wil je bij je bewijsmateriaal juist laten zien voor welke specifieke klantgroep jij relevant bent. In dit geval, Raquel zei het al, ik heb 2 katten, dus ik bezoek regelmatig Zooplus. Zij doen dat heel slim, want door reviews, fotoreviews aan hun productpagina's toe te voegen, kan ik meteen redelijk goed inschatten of mijn katten op dit mandje zouden passen, of dat dat hele ding van de muur dondert, omdat ik een Maine Coon van 7 kilo heb bijvoorbeeld. Bewijsmateriaal kan dus heel slim door reviews toe te voegen, maar het kan natuurlijk ook door content van je klanten te reposten, door een customer story te publiceren, door op een andere manier te laten zien wat je portfolio inhoudt en voor wie dat perfect geschikt is. Een derde manier waarop marketing kan helpen is door direct contact te leggen met de eindklant. En het voordeel van marketing is vaak dat zij dit van 1 op veel kunnen doen. Dus dat je meteen wat meer algemene input krijgt in plaats van 1 unieke klantsituatie. Hier een voorbeeld van Yoast, en ik heb zo meteen nog een ander voorbeeld. Wij doen dit door middel van webinars waarin we met Crowdcast werken. En daarin is het heel makkelijk om de deelnemers aan een webinar vragen te laten stellen. En de andere deelnemers kunnen dan stemmen op die vraag. Waardoor je dus weet dat in dit geval de vraag met de 7 en de 6 stemmen bijvoorbeeld door een groot deel van het publiek belangrijk wordt gevonden dan de vraag met 0 stemmen. Super relevante input. En dit helpt je niet alleen om daadwerkelijk misschien je aanbod te veranderen of om je content aan te passen, maar helpt je ook om de bewoording van de klant in die content te gaan gebruiken. En om te bedenken welke alternatieven hebben ze overwogen of bij welke concurrent zitten ze nu misschien wel en willen ze weten wat daar het verschil mee is. Dus kijk daar goed naar, sla dat op, zorg dat je daar wat mee doet. Een iets simpeler voorbeeld, wat we misschien allemaal wel herkennen van Instagram of Twitter, waar je ook polls kan doen, is door het gewoon op je story te plaatsen en te zeggen, nou, zeg maar, welke vinden jullie het mooist? En ook al zal dat misschien niet je hele klantgroep zijn, het geeft je wel een indicatie of de groene stoel in de toekomst mogelijk beter gaat verkopen dan de grijze stoel. Ik klik trouwens altijd op deze dingen, want ik vind dat heel leuk om gewoon mijn mening te geven. Oké, sales. Als je geen sales team hebt, probeer dit te verwerken misschien in je andere teams. Heb je wel een sales team, ben ik heel benieuwd of je dit al herkent. Zo kan sales helpen. Door eerlijke beloftes te doen. En ik kan me voorstellen dat dat niet meteen het woord is waar jullie bij denken als je aan sales denkt. Maar toch kan het heel belangrijk zijn. Ik heb een voorbeeld van Bloemon, waar ik een tijdje geleden een cadeaukaart heb besteld. En Bloemon wil heel graag dat ik hun app ga gebruiken. Ik vermoed omdat ik dan waarschijnlijk meer aankopen ga doen. En dat doen ze op zich slim, want ze geven mij, ja, dat kunnen jullie denk ik wel zien, 20% korting met een kortingscode. Dus meestal zou ik dan zeggen, hop, code kopiëren, online en toepassen. Maar als je helemaal naar beneden, dit past dus echt niet op één dia, helemaal naar beneden scrolt, zie je in een minuscuul lettertype, en ik denk niet, kan iemand dit lezen? Ja, toch wel, sommigen wel. Hij is geldig tot 6 september, dat is een week. Ik kocht het ergens eind augustus. En, maar op een beperkt aantal producten. Ik kan me niet voorstellen dat het supportteam of de klantenservice van Bloemon hier geen vraag over krijgt. Want wie gaat dit nou helemaal lopen scrollen, terwijl er niet eens een sterretje bij staat of zo van hallo, er zijn voorwaarden. Ik denk dat het beter kan. Ik heb daar een voorbeeld van. En ik wil niet dat jullie nou denken, Joost doet alles perfect, want dat is niet zo. Maar in dit geval vind ik hem wel heel duidelijk. Een mail die wij hebben gestuurd vorig jaar tijdens Black Friday met een last chance. En in mijn ogen net wat duidelijker tot wanneer die last chance dan is. Ik kan denken, ja Nienke, maar dan verklap je tot wanneer je sale loopt. Klopt, maar dat voorkomt wel heel veel vragen bij de customer support als die is afgelopen. En dan kunnen we ook aantonen, hallo, dat stond al in de mail die u heeft gekregen. Een derde manier, en dat is, of de tweede, ik weet niet waar ik ben. Dat is waar ik het in het begin al over heb. Gaat over kernwaarden. En iedereen weet dat Coolblue jaar op jaar benoemd wordt tot beste webshop en beste bedrijf en van alles en nog wat. En ik denk dat ze echt wel wat goede voorbeelden hebben voor ook kleinere ondernemers die hun concurrentie achter zich willen laten. Als je op de bedrijfswebsite van Coolblue kijkt, dus niet de webshop, dan staat er dit. Dit zijn eigenlijk hun kernwaarden. En in dit geval licht ik even de duurzaamheidskernwaarden uit. Want ik denk dat dat voor veel mensen die hier zitten als consument heel herkenbaar is in hun aankoopproces. Namelijk al deze dingen. De groene keuze, de tweede kans, de energiebesparing zijn terug te herleiden naar die duurzame kernwaarden. En dan heb ik het nog niet eens over de elektrische bezorgfietsen, over de zonnepanelen op het dak van Coolblue. Wat zij doen is niet alleen misschien wel dezelfde producten leveren als de concurrent, maar zich echt onderscheiden en echt die kernwaarden op allerlei vlakken doorvoeren, zodat je als klant denkt, dit bedrijf past bij mij. Ja, die wasmachine is precies hetzelfde en hij wordt precies op hetzelfde moment geleverd, maar ik vind het belangrijk dat er aan duurzaamheid wordt gedacht. En dit kan een sales team natuurlijk ook in verkoopgesprekken doen, in offertes zetten, in andere bijkomende voorwaarden benoemen. Maar dit is heel makkelijk en concreet. Een derde manier waarop sales kan helpen, en ik moet hier altijd een beetje bij lachen, omdat ik weet, oké, ik zal niet helemaal generaliseren, maar in mijn ervaring, veel salesmensen zijn hier niet zo goed in, is de administratie bijhouden. Niet zo goed. Ze vinden het vooral wat minder leuk, want ze willen lekker kletsen met mensen en ze willen gewoon een relatie opbouwen. Maar het kan zo erg helpen in de latere relatie die je met je klant opbouwt, om die administratie wel goed bij te houden. Dus problemen of situaties waarvoor die klant nu al een oplossing zoekt, alvast te noteren, zodat bij customer support niet iedereen de hele rattenplan alweer nog door moet spitten. Maar ook belangrijke mijlpalen zoals aankopen, herhaal aankopen, achtergrondinformatie zoals budget. Dan weet je meteen, oké, hier hoeven we niet superveel tijd aan te besteden als er niet heel veel budget is. Want misschien past dat helemaal niet bij de oplossingen die je biedt. En ook de leuke dingen, de ideeën en de verbetersuggesties. Zodat je daar later op terug kan komen als je dat misschien hebt doorgevoerd op je webshop of in je product. Oké, derde team. En dan zijn we door stap 3 heen. Dan gaan we door naar stap 4 en 5. Het supportteam. En iedereen weet dat support eigenlijk het meeste klantcontact heeft. Maar zij zitten vaak op het moment dat er al problemen zijn die moeten worden opgelost. Support speelt een hele belangrijke rol in die klantervaring en in het verbeteren van die klantervaring ook eerder in dat proces. Bijvoorbeeld door proactief bronverwijzingen te geven. Dus al die content die marketing heeft gemaakt, is leuk als die gewoon op de website staat. Maar als die klant met een specifiek probleem komt, leer hem dan dat jij al die content al online hebt staan. En dat hij dat zelf kan vinden. En dus meteen een antwoord op de meest gestelde vragen heeft bijvoorbeeld. Dat kan proactief, in dit geval de Shopify-pagina op de Yoast-website, waar we, als je op Need Help klikt, als suggesties voor artikelen geven waar waarschijnlijk de oplossing van je vraag of probleem in staat. Natuurlijk kun je ook nog gewoon contact opnemen. En soms is het iets meer reactief, namelijk als ik bij Greed een probleem heb en naar de klantenservice wil, dan zie ik de meest gestelde vragen. Terwijl als ik een ballon wil bestellen voor iemand, is het misschien beter om gewoon bij de ballon meteen wat de meest gestelde vragen te stellen. Oh ja, en ze hebben ook een chat. Toen ik dit screenshot maakte was die niet beschikbaar, maar daar kun je ook wel categorieën aangeven op wat voor soort probleem je een antwoord zoekt. Heel handig. Dan de behoefte herkennen. Ook al is je klantenservice een team wat de problemen oplost, vaak zit er in de vraag van die klant toch een achterliggend probleem of eigenlijk een oplossing die de klant zelf nog niet had bedacht. En ik vind het echt heel belangrijk dat een klantenservice team weet hoe ze je bedrijf mee kunnen helpen groeien. In plaats van alleen maar die klanten behouden, toch weer die verwachting overtreffen en bijdragen aan de omzet. Soms zijn ze super obvious. Ik verkoop heel veel producten via mijn site. Welk Yoast-product moet ik hebben? Nou, dan weet je, deze persoon heeft echt een koopintentie en die hoef ik alleen maar het beste advies te geven. Soms zijn ze wat minder overduidelijk. In dit geval een klant die ons gratis product gebruikt en denkt, hé, ik kan iets niet doen, het lukt me niet. Als het goed is, weet ons supportteam, ja, maar hier heb je de betaalde versie voor nodig. We hadden natuurlijk ook kunnen zeggen, mevrouw, helaas, dat gaat niet met uw product, maar veel succes ermee. Nee, upsellkans. Dus pak die, want je helpt die klant met een daadwerkelijke oplossing voor zijn probleem. Die kan natuurlijk alsnog denken, ga ik niet voor betalen, dat is prima. En als de klant denkt, ja, dit is iets voor mij, dan help je ook nog het bedrijf groeien. Een derde manier waarop het supportteam kan helpen is door kennis te delen. Het supportteam krijgt zoveel input, vooral als je een groot bedrijf hebt, van die problemen van die klanten, de veelgestelde vragen, de veel voorkomende situaties waar we steeds geen oplossing voor hebben of waar we steeds dezelfde oplossing voor hebben. Deel die kennis met de andere medewerkers. Veelgestelde vragen. Perfecte input voor marketing en sales. Situaties waarin je nooit zou kunnen helpen. Ook heel goed om te weten als je in een verkooptraject zit. Weer die ideeën en suggesties. Koppel die terug. Maar ook de complimenten. Oh, dit was zo makkelijk. Dit heeft eigenlijk al mijn vragen opgelost. Maar deze ene heb ik nog over. Heel belangrijk om uiteindelijk dat proces aan de voorkant, dus in die eerste stappen van die klantreis, weer te verbeteren. Oké, zijn we er allemaal nog? Goed zo. Ik zie jullie niet zo goed, dus ik weet niet of jullie ogen open zijn of dicht. Stap 4. Alles wat we tot nu toe hebben gedaan, gebeurt vooral intern en gebeurt vooral in de eigen linie van deze medewerkers of teams. Dus je formuleert een missie en elk team gaat met zijn eigen stukje aan de slag in de hoop dat die klantreis en die klantervaring uiteindelijk verbetert. Dat die medewerkers blij worden, et cetera. In stap 4 gaan we dit samenpakken in een feedbackloop die uiteindelijk ook wat meer de toekomstbestendigheid van deze hele aanpak zal gaan helpen. De feedbackloop. We beginnen met verzamelen. Daar hebben we het net al over gehad. Dat doe je door op allerlei manieren. En het is heel belangrijk dat die teams op een structurele manier deze informatie gaan opslaan. Dat kan natuurlijk in een Excel-sheet zijn, per klant of per product. Dat kan op een intranet zijn, dat kan misschien in de gedeelde notulen zijn. En denk aan dit soort input. Dus gesprekken met de klant, dat doet misschien sales of support. Website-analyse voor informatie, dat zal misschien wat meer marketing zijn. Verkoopcijfers, welk product loopt totaal niet of juist heel goed en moeten we misschien wat meer mee doen. Reviews, NPS-scores, heel belangrijk. social media commons, blog commons, allemaal kwalitatieve input die je wil verzamelen. Stap 2, proactief delen, intern. Je wil dat een samenvatting van al die input, die natuurlijk helemaal alle kanten op zou kunnen gaan, maar waar je hopelijk op een gegeven moment een patroon in ontdekt, dat die proactief richting die andere medewerkers kan, zodat zij hun stukje in die customer lifecycle kunnen verbeteren. Denk aan het verzamelen van of proactief delen van veelgestelde vragen, veel voorkomende problemen, aanpassingen die je misschien hebt gedaan in je product of dienst op basis van die vraag. Vooral als je een groot bedrijf hebt, dan zal misschien een deel van je team op de hoogte zijn van oh, maar dat product doen we niet meer of die service bieden we niet meer. Weet iedereen dat. En natuurlijk als je met een hele productlijn of misschien een dienst besluit te stoppen of te starten. Derde stap, toegankelijk maken. Want dit gebeurt allemaal nu. Dus die feedback wordt nu verzameld, die wordt nu gedeeld. Maar wat als er over 2 jaar iemand anders start bij je bedrijf? Kan die dan nog vinden waarom we een bepaald product niet leveren of waarom we een bepaalde beslissing hebben gemaakt? En dat bedoel ik met toegankelijk maken. Dus maak eigenlijk je customer success strategie future-proof door die input makkelijk vindbaar te maken. Je kan denken aan producthistorie, klanthistorie. Sommige klanten blijven heel lang. Dan is het echt wel leuk om te zien wat ze allemaal hebben geprobeerd, waar ze vandaan komen, welke situaties je al met ze hebt meegemaakt. Maar ook mijlpalen binnen je bedrijf. En je kan dit toegankelijk maken door bijvoorbeeld een CRM in te gaan richten. Door een Customer Experience tool aan te schaffen waar je eigenlijk die input uit die eerste 2 stappen kan verbinden aan je product roadmap. Dus dat echt als één proces te zien. Of als je het wat meer wat makkelijker wil maken, gewoon door een gedeelde drive of een intranet waar je dit makkelijk op kan vinden. Dit is allemaal intern, zoals ik net al zei. Je kan je customer success strategie echt een boost geven door dit ook openbaar te maken. Niet allemaal, maar sommige dingen zijn echt heel relevant. En dat gaan we doen in stap 5, de kennisbank. Alles wat ik tot nu toe heb besproken gebeurt dus vooral intern en vind ik essentieel aan de customer success strategie. Een kennisbank, daar ga ik eerlijk in zijn, is een nice to have. Het is de kers op de appelmoes. Maar hij kan wel heel veel voordelen hebben en ik hoop dat ik jullie ga overtuigen om hier toch mee te beginnen. Want je kan meer impact gaan maken door bepaalde informatie naar buiten te publiceren. De directe impact, die is al eerder naar voren gekomen, is bestaande klanten kunnen zelfstandig hun problemen oplossen. Support kan makkelijk naar informatie doorverwijzen en daardoor zelf uitdagende vragen overhouden en hun werk leuker maken. Daarna gaat dit ook voor potentiële klanten natuurlijk heel handig zijn als zij bijvoorbeeld 2 oplossingen willen vergelijken of willen weten, is het in mijn situatie ook een relevant bedrijf of een relevant product. Als die kennisbankartikelen ook nog eens goed geschreven zijn, goed geoptimaliseerd, makkelijk goed gestructureerd met interne links, gaat het je ook nog voordeel opleveren voor je organisch zoekverkeer. En uiteindelijk houdt je sales team door al die content aan het begin van die verkoop-aankoopcyclus al bekend te maken, als het goed is aan de slag met de wat meer interessante kansen. Oké, we zijn er bijna. Hoe doe je dat dan? Want het is veel werk, maar het kan. Begin simpel. 1 pagina per probleem met een heel duidelijk concreet antwoord. Je kent wel, als je misschien op Google zoekt, dat je dan een vraag hebt gesteld of iets wil weten en dat Google je dan eigenlijk al een snippet geeft van wat er op die pagina staat. En je klikt op die pagina en daar staat het gehighlight. Dat wil je bereiken met je kennisbank. Dus maak het super concreet. Geef iedereen binnen je bedrijf, althans vooral de mensen met klantcontact, maar als je een wat kleiner bedrijf hebt, kan het handig zijn om iedereen dat te laten doen, toegang om die artikelen te maken of te updaten. Zodat je in die feedback loop niet vertraging krijgt met oh, maar we moeten dit dan aan team X geven, dat duurt allemaal heel lang. Nee, zorg gewoon dat dit makkelijk kan en dat updates bedrijfsbreed gedeeld worden. Hallo, dit is nu een nieuwe pagina of dit hebben we hier aangepast. Iedereen op de hoogte. Je kan ervoor kiezen, als je echt denkt van nou, we hebben echt een te groot bedrijf en er gaan te veel mensen hier van alles mee doen. Bedenk dan, wie zou de eigenaar kunnen zijn die bepaalde kwaliteitscontrole doet. Misschien mogen de publicaties meteen plaatsvinden, maar krijgt die persoon nog even een check aan het eind van de week of aan de maand. Dit is er allemaal geüpdate. Heel belangrijk voor SEO, interne links en categorieën. Daarmee zorg je dat die klant makkelijk naar relevante informatie kan binnen zo'n artikel. Dat die klant, als die wil zoeken op een bepaald onderwerp, snel via de categoriepagina bij die content kan komen. En Google vindt het heel fijn om de hiërarchie en de structuur van je website te kunnen zien. En de belangrijkste artikelen als host te ranken. Zoals ik al zei, dit is veel werk. Maar als je nu begint, is het waard. Wacht niet totdat je alle veelgestelde vragen hebt en alle veel voorkomende problemen hebt. Gewoon beginnen met één concreet ding en bouw het vanuit daaruit. Oké, nog geen applaus, maar ik ga even herhalen wat we hebben gedaan. Ik heb je in 5 stappen geholpen om een customer success strategie te formuleren die jouw bedrijf gaat helpen om te floreren. Dit waren de 5 stappen. We begonnen met de klantreis en hoe jij die klantervaring eigenlijk probeert te verbeteren. We gingen door jouw missie te formuleren, zodat je weet dat je concreet met iets aan de slag kan. Je hebt concrete voorbeelden om die teams of medewerkers ook daadwerkelijk aan de slag te zetten om hun stukje van die klantreis te verbeteren. Je hebt een feedback loop gemaakt, waardoor feedback niet alleen verzameld en gedeeld wordt, maar ook je bedrijf toekomstbestendig maakt. En je bent nu misschien aan het overwegen om een kennisbank te bouwen. Als je nu denkt, veel te veel, ga ik niet doen. Begin dan met een kleine missie. Probeer 1 stukje van die klantervaring te verbeteren en 1 kleine aanpassing te doen. En kijk wat het verderop of eerder in die klantreis gaat doen. En daarmee ga je zelf het succes van deze aanpak hopelijk ervaren. Dankjewel.